lieve vrienden, ben ik alweer. Ja. Ja, ik heb geen rust in mijn kont, dus ja, dan moet het er ook uit, hè. Dat, Karin die is alweer eruit. Die gaat even rusten, want die heeft over 3 kwartier alweer bezoek. Ik ga mij klaarmaken. Frodo heeft zijn melkkorfje al om. En Eeuwen die loopt hier rond en die moet achter de deur. Ja, die mag hier niet blijven, want de kattenbak die staat boven. Ja, en als we dan wat moeten doen, dan kan ze er niet bij, hè. Ja, Eeuwen, zeg. Is het weer zo erg? Hé, hey, dametje. Hallo? 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 Kijk, kijk. Hallo. Zeggen we nou ineens niks? Nou, een mooie boel is dat. Zo, eerst heeft ze het grootste verhaal en dan houdt ze de mond. Nou ja, oké, jij je zin hoor. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik neem de GoPro mee. En ik het eerste stukje doe ik hem niet aan, dan hou ik hem nog in mijn tas, want ik moet dus even naar een winkel toe. Dan kan ik niet met mijn booster naar binnen. Dus die moet ik er buiten laten staan. Maar ga ik daar weg, dan doe ik hem erin en doe ik hem ook aan. Want dan moet ik weer een heel andere kant op. Dus ik zou zeggen, geniet van de rit. Het is nou mooi weer, maar het zal nog wel hard waaien en koud zijn. Dus ik kleed me er wel op aan. Dus ik zou zeggen, geniet van alles en tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. En mijn haar zit door de wind niet echt geweldig, maar dat hoeft ook niet. Nee, maar ik heb al wel wat leuks gekocht en ik heb het aan. Ik blijf even zitten, want ik ben moe en ik moet zo met mijn scootmobiel nog aan de gang. Maar dit is het lijfje met de veters. Er zat rood in, maar dat vond ik niet mooi. Ik heb paars haar, dus ja, dan moet je er niet rood erin hebben. Vind ik toch? Nee. Ik vind hem leuk, geweldig. Het is een jurkje. Ik moet mijn stok even hebben. Eventjes geduld. Zo. En dan is het... Het is geen lange jurk, ik heb gewoon een kortere jurk genomen, tot aan de knie ongeveer. En ik heb gewoon een zwarte broek of een zwarte legging eronder aan. En mijn laarzen. Dus ja, en de mouwen die vind ik wel geweldig. Kijk. Ik hoop dat jullie dat zo zien. Even naar de koelkast draaien. Het zijn doorzichtige mouwtjes. Ja, ik heb er een truitje onder, want ik vind het niet al te warm. Ja. Leuk toch? Ja, ik vind het helemaal leuk. Dus ja, dan en ik heb een bezemsteel, tenminste een heksbezem gekocht. 2 stuks. Hier is de andere. Die maak ik aan mijn booster vast, want mijn booster die staat weer in de kamer. Dus daar komen ze aan en dan gaan ze zo, dat doe ik straks en dan is die klaar voor morgen. Is toch leuk? Ja. Even een beetje gek jagen moet kunnen hoor. We leven maar 1 keer. En dan moet je genieten. Ja. Dus en ik heb... Ik ben eerst hier in de stad geweest ervoor. Maar die man die is schreeuwend duur. Dan betaal je 20 euro voor 1 zo'n lamp. En nou nog geen 5 euro. Ja, nou wie doet je wat. Die gaan we dus uitproberen. En dat is mijn mobiel, dat is een Wattis app, dus laat maar gaan. Dus ja, en ik heb er net een lekkere warme rookworst van de Hela gegeten. En nee, ik word er niet voor betaald, ik word niet gesponsord of wat dan ook. Nee, ik doe het gewoon uit mezelf. Ja, was lekker. Het was tijden geleden dat ik er eentje had genuttigd. En het was overheerlijk. Ja, dus dan ga ik aan de gang. Eerst nog een bakje koffie erbij en dan ga ik aan de gang met de booster. Kan die er weer uit. Kan die de schuur in. En dan moet ik eens eventjes zien hoe ik ga doen. Ja. Ik zat te denken aan tie-rips, maar dan moet ik wel bij bevestigingspunten komen. Toch? Ja.
Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik zie jullie straks weer. Doei, doei. Ja, en daar liggen mijn lieve beestjes. Ja, Eeuwen. Frodo lekker bij elkaar. Lekker zo. Zo geniet als ik dit zo zie, hè. Zo geniet ik ervan. Maar oké. Bij deze zeg ik dan ook gelijk. Ik wens jullie verder een fijne, genoeglijke avond nog. Het is 23. Hè? 23 is het. Oké dan. Ik wens jullie verder allen nog, ook voor straks, wel terug te slaapplekken met mooie dromen. Gezond weer op. En natuurlijk tot aan de andere kant van de nacht. En dan hebben we hier weer een helder Halloween. Ja, dan gaan we even heksje spelen. Ja, doe ik mijn hoed op en dan, ik heb mijn jurk al aan. Ja, dus komt allemaal goed. Dan gaan we morgen als heks voor de dag komen. Ja, ga ik mij ook zo gedragen, wie weet. Maar, let wel, ik ben niet de slechte. Ik ben juist de goede heks. Ja, die alleen nog alles doet uit liefde, uit het hart. Ik ben geen boze heks. Ik hou niet van kwade. Nee, ik hou niet van slechte mensen. Dat vind ik vreselijk. Ja, dat, ik kom voor iedereen op die het slecht heeft. Als ik zie dat er iemand geslagen wordt, dan kom ik ook voor op. Noem maar op. Dat wil ik niet hebben. Nee, dat hoeft allemaal niet. Waarom moet dat? Dus ja, ik ben de witte heks, zeg maar. Ik heb wel zwarte kleding aan, maar... Oké, ik meng het met kleurtjes. He, zoals paars. Nou, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ervan. En ik zou zeggen, tot later. Doei!